Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag, 5 tips voor het gebruik van Instagram. En de eerste tip gaat al meteen over hoe Instagram bedoeld is als mobiel platform. Dus als je Instagram bekijkt op je telefoon, dan kan je heel gemakkelijk foto's delen, liken en dergelijke meer. Als ik nu naar de website ga, daarentegen, instagram.com, dan zie je dat ik wel mijn profiel kan bekijken. En ik kan ook foto's bekijken, bladeren en liken. En commentaar toevoegen. Maar ik kan hier op deze website nergens een nieuwe foto bij plaatsen. En dat is eigenlijk de, de, nooit niet de bedoeling geweest van Instagram ook niet. Instagram is echt de bedoeling van een mobiel platform. Dus foto's delen vanaf je device. Maar er is wel een weg omheen. Dus wat dat je kunt doen als je Safari gebruikt. Of met veel andere browsers kan het ook. Maar ik zal het nu laten zien aan de hand van Safari. Als je naar voorkeuren gaat dan kan je onder de tab geavanceerd, die laatste tab, kan je helemaal onderaan toon ontwikkelmenu in menubalk activeren. Als je dat aanvinkt, je sluit het, dan zie je hier nu bovenaan ontwikkel als nieuwe optie staan. En de tweede mogelijkheid daarin in die menu is gebruikersagent. En dat is eigenlijk een slechte vertaling van het Engels van user agent. En die staat nu op standaard, dat komt overeen met Safari 11.0.2. Dat is gewoon de Safari browser versie die op mijn Macintosh geïnstalleerd is. Maar ik kan daar wijzigen naar Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox. En dan gaat die browser zich voordoen als was die van dat type. En dan kan je hier ook Safari iOS 11.0 iPhone selecteren. Als ik dat selecteer, dan gaat mijn computer zich eigenlijk, of de browser toch, zich eigenlijk gaan voordoen als zijnde een iPhone. Dus dat betekent de website wordt opnieuw geladen. Maar je ziet hier al dat het meer verticaal opgebouwd is, omdat je op een telefoon... Vaak op een verticaal scherm werkt. Ik kan nog altijd foto's liken, mijn profiel bekijken en commentaar toevoegen en noem maar op. Maar ik heb hier nu onderaan ook nieuw de optie om foto's toe te voegen. Vergelijkbaar zoals dat op uw iPhone zou gebeuren. Dus dat was de eerste tip. Voor een tweede tip blijven we nog even bij onze computer. Ik zal straks het scherm van mijn Android-device ook delen om een paar tips te laten zien. Maar laat ons eerst nog even bij de computer blijven. 2017-best9.com Dat is de website. Als je daar een Instagram-ID, bijvoorbeeld mijn persoonlijke Instagram-ID, of laat ons even deze nemen van mijn jongste dochter. Als ik dat ingeef en ik hoef geen identificatie te doen, dus ik kan dat met gelijk wel Instagram profiel doen, dan zie je dat hij een tegel heeft van 9 van mijn meest gelijkte foto's. Dus zeer handig om te zien. We kunnen het snel ook even uitvoeren met mijn eigen account. En dan zie je dat dat dit geeft. Dus dat zijn de meest gelijkte foto's van mijn Instagram account. De derde tip, voordat we naar ons telefoonscherm van ons telefoon gaan, gaat allemaal over Instagram aspect ratio. Dus de aspect ratio is gewoon de verhouding tussen de horizontale lengte, dus de, de breedte en de hoogte van je foto. En vroeger was dat allemaal, op Instagram was er maar één optie, vierkant. Dat zie je hier ook. Ja, wat, ja, dit is een vierkante foto. Vroeger kon je alleen vierkante foto's. Maar sinds enige tijd kun je nu ook verticale en horizontale foto's, zoals deze, plaatsen. Over het algemeen, voor horizontale heb ik nog niet vaak een probleem gehad. De horizontale ratio zou 1.91 op, nee op 1 zijn. Maar voor de verticale foto's, zoals deze bijvoorbeeld, kom ik er vaak op uit dat ik soms... Een, een camera neemt typisch een, een foto in een ratio van 2 op 3. En soms moet ik bepaalde dingen afsnijden die ik eigenlijk liever in beeld had zien. Ik heb een mooi voorbeeld dat ik meteen op mijn telefoon zou laten zien. En de, we zien nog dat de ratio eigenlijk 4 op 5 is. En ik heb onder foto's heb ik hier nu een foto geplaatst. Deze was het, wat eigenlijk een foto is van de KBC-toren in Gent. Als ik deze foto, zoals die hier nu is, wil delen met Instagram, dan zul je zien. Dus dit is de standaard vierkante ratio. Als ik dat wijzig met die twee pijltjes hier met de, die ronde knop met twee pijltjes, dan gaat het naar de verticaal. Maar dan zie je dat ik oval onderaan moet afsnijden. Of als ik onderaan in beeld wil, van boven moet afsnijden. Dus ik kan deze foto onmogelijk correct plaatsen. De oplossing daarvoor, als we hier even terug gaan. En dan kun je, dus dit was de foto's app. En je hebt ook van Google de Snapseed app. Edit in Snapseed. Dus die moet je ook afzonderlijk installeren. Ik zal die even laten zien. Hier dat blad onderaan. Dat is de Snapseed app. Nu, en wat je daar kunt doen, via, dus als een bewerkingsapp voor, uh, voor foto's, vergelijkbaar voor met Lightroom, als je daar tools selecteert en dan expand, of in het Nederlands zou dat zijn uitbreiden, dan kun je, en hier vanonder moet je kiezen tussen smart, white of black, en dat is gewoon de kleur waarmee dat die opvalt. Dus ik zou die gewoon volledig uitbreiden. Oké, okay, en dan nog opnieuw in tools, crop. En nu bij die krop is het dus belangrijk dat we op de juiste ratio gaan kroppen. Dus ja, als je een vierkante foto wilt, square. Maar wij willen die 5 op 4 ratio. En dan moet je eigenlijk, hier kan je dan een beetje gaan, we willen niet te veel foto verliezen. ook niet, het moet niet te klein worden, maar laat ons bijvoorbeeld, stel dat we het zo zouden delen. En dan, we zijn klaar. En als we dan terug gaan naar onze Instagram app. En dan opnieuw foto delen. Dan zie je, dus de originele foto was deze. En vierkant was die niet goed gecaseerd, maar ook in verticale kreeg ik die er niet helemaal op. Maar als ik nu de nieuwe foto neem, dan zie je dat ik door die nieuwe ratio met dat aangevulde wit. En op de volgende pagina zou je het beter kunnen zien. Dus nu kan ik mijn foto wel correct delen in de juiste verhouding. Dus dat was de derde tip was dat ondertussen. Voor de vierde tip, die heeft te maken met uw grid. Dus als we even naar een user, dus dat was, dit is de Instagram-grid. En er zijn mogelijkheden, het heeft ook te maken met de ratio: er zijn een aantal mogelijkheden om foto's te delen die over die grid heen gaan. Op zich is al leuk, maar het vervelende daaraan is dat als je foto's bijplaatst, moet je altijd per drie foto's gaan uploaden, anders ga je uw grid gaan kapot maken. En ik weet een leukere manier. En dat is met de Panorama voor Instagram-app. En dat is deze app. En als je dan een foto selecteert, dus laten we nu even deze foto nemen. Dan zie je dat hij voorstelt van die foto in twee vierkanten op te delen. En dan kun je die twee vierkanten afzonderlijk gaan plaatsen op Instagram. Dus laten we daar nu. Ja, je kunt ook naar drie. Of 4, 5, 6, dat zijn panoramas. Dus je kan nog verder gaan dan die 2 op 1. Maar laten we nu even die 2 op 1 nemen. En dan zie je, kijk, dus dit is het eerste, de eerste, en dit is de tweede. En als we die nu op Instagram plaatsen, dan moeten we hier select multiple kiezen. Dit. En dan, dit is de eerste, dit is de tweede. En als we dan naar de volgende gaan, dan zie je dat hij die twee foto's gaat delen. Nu, hoe dat, dat eruit ziet, ik zal het even laten zien op mijn eigen account. En dat is deze in het midden hier. Die is zo'n zonder hang, dus als ik, zo kan ik die niet volledig bekijken, maar als ik die vergroot, dan zie je hier van boven 1 op 4. En als ik dan swipe, dan worden naadloos die andere delen van de foto getoond. En dan als allerlaatste tip, die gaat eigenlijk over hashtags. Als ik hier nu even kijk, een populaire foto die ik geplaatst heb is deze. En dan zie je dat in de beschrijving van die foto heel veel hashtags staan. Er zijn heel wat regeltjes rond het algoritme waarmee dat Instagram bepaalt welke foto's populair zijn en welke niet. In deze video heb ik bij lange niet genoeg tijd om die allemaal uit te leggen of om daar meer tips rond te geven. Maar er zal ooit nog wel een foto volgen waarbij dat ik meer info geef rond de Instagram algoritmes en een aantal tips om daar gebruik van te maken. Maar nu gaan we even over die hashtags spreken. Dus ik heb hier heel een pak hashtags staan. En er zijn apps waarmee je die hashtags kunt gaan beheren. Nu belangrijk... Als je hashtags gebruikt, is dat je er niet meer dan 30 per foto gebruikt. En de app is deze, social hashtags. Als je hier de menu opent, dan zie je een aantal categorieën. Laat ons zeggen dat we bijvoorbeeld vooral foto's plaatsen rond, ja, ik zal niet zeggen auto's. Dan gaat hij een aantal lijstjes voorstellen. Dus dat zijn typische hashtags gebruikt voor auto's die populair zijn. Dit zijn er nog, dit zijn er voor Volvo's, dit zijn er voor Volkswagen. En dan het handige aan deze app is dat als je door die lijst gaat, dan kan je bijvoorbeeld laten ons zeggen dat ik een Fiat heb, dus dan kan ik die selecteren. En dan die prachtig, dat ik daarmee race, dat dan een supercar is, dat hij een snel is met een turbo, ook wel een oude wielen. dat een classic is. car Cars. Zo, Instacar, Instacars. Nu heb ik een aantal teksten geselecteerd. Hiervan onder zie je dat ik er al 13 geselecteerd heb. En als ik nu op die 13 klik, dan kan ik die allemaal kopiëren of beter nog opslaan en dan kan ik daar een naam aan geven. Laat ons de auto noemen en dan, dit zijn mijn collecties, die ik al zelf opsla. Ik heb er maar 14 geselecteerd. Eigenlijk zou ik er rond uh, ja, pak 25 moeten selecteren om goed te zijn. Hè. Dus opnieuw, die kopie daarmee kan ik die lijst kopiëren. En als, als ik hier op het Instagram-icoontje klik, opent die Instagram. En als ik dan een nieuwe foto zou plaatsen, dus laten we nu gewoon even daarmee verder gaan. Ik ga die niet echt plaatsen, maar gewoon. De demonstratie kan ik hier gewoon plakken en dan staan mijn hashtags daar. Dus dat is ideaal als je je hashtags wilt beheren. Zo, dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.